Dat heeft met rivaliteit te maken en dat heeft de politie besloten. Mediavoorlichting over een vraag over Pinkpop. Ja, daar mogen de mensen. We kregen eigenlijk op een mailtje binnen dat op de website van Pinkpop stond aangegeven dat mensen met kolos niet welkom waren op de Pinkpop zelf. Ja. Wij hebben uiteindelijk Pinkpop gebeld en ja, die geven aan van ja, dat is besloten door de politie. Mm-hmm. Dus daarom dat wij jullie bellen om de vraag te stellen waarom. Nou, wat ik in ieder geval als antwoord kan geven is dat sowieso wordt dat vaker gedaan, hè, bij grote evenementen. Ik weet dat er bijvoorbeeld van die landelijke Harley-dagen zijn, hè. Dan wordt dat ook afgekondigd. Zo van, goh, dat iedereen, en dat is bij Pinkpop, iedereen is natuurlijk hartstikke welkom. Geen enkel probleem. Maar om onrust te voorkomen, adviseren wij inderdaad, of stellen wij inderdaad, dat mensen welkom zijn, maar zonder kolos. Ja, we willen gewoon een veilig en gezellig festival. En ja, nogmaals, dat wordt vaker zo gedaan. Dus dat is verder alleen eigenlijk om die reden.